Sportweek TV. Welkom in Rotterdam bij Sportshop Kralingen. Sinds november vorig jaar is dit de winkel van AZ-speler Mounir Elhamdoui en zijn broers. De topscorer van de Eredivisie blijkt dus niet alleen handig te zijn met sinaasappelen, maar ook op het gebied van ondernemen. Het is een mooie zaak geworden en het was altijd al een soort wens van ons om een sportzaak te openen. Het gaat goed, naar omstandigheden. Het is een rustige periode, januari. Voor de sportzaak. Het kan alleen maar beter, zo zie ik het. Waarom zijn jullie mee begonnen? Ja, wij zitten in de sport en we zijn hier in Kralingen opgegroeid. En wij moesten vroeger ook helemaal naar het Centrum voor Sportartikelen, omdat hier gewoon geen sportzaak heeft gezeten. En vandaar uit hebben we gedacht van het zou mooi zijn om hier een sportzaak te openen. Met twee broers. Die staan er meestal in en af en toe komt mijn broertje, mijn andere kleine broertje, even gezellig een beetje meehelpen, een beetje gezellig in de winkel staan. Zo doen we het eigenlijk. Zij staan in de winkel en doen de verkoop en het meeste gedeelte. Doe ik ook wat dingen of help ik als ik binnen ben. Ja. Dus Mounir is toch de uithangbord van de Sportshop Kralingen en van de wijk Kralingen. Ja. Ze kennen hem hier en ze weten wat voor jongen het is, dus het is alleen maar leuk. En staat hij ook eens achter de kassa? Ja hoor, hij gaat gewoon rustig achter de kassa staan of hij gaat klanten helpen als die er is. Hij doet van alles. Gewoon aan het werk zetten? Ja. Maar dat vindt hij zelf ook leuk, dus dat doet hij. Prima. Ik denk dat je wel weer klanten hebt. En hoewel er voor de klanten een ruime keuze is uit allerlei sportartikelen, ontbreekt er toch nog wel iets in Sportshop Kralingen. Hoe staat het met de AZ-shirtjes, meneer? Ja, daar ben ik nog mee bezig om ze te regelen. En die komen binnenkort ook de winkel in. Ja. Dat is toch wel gemist natuurlijk. Iedereen wil met een Mounir Elhamdoui-shirtje lopen. Ja, er is veel vraag naar, ja. Wat me wel verbaast. In Rotterdam, ja. Ja, in Rotterdam, ja. Er is veel vraag naar. En ik denk dat ze binnenkort wel komen, ja. Is het ook zo, misschien, ik weet niet of je het weet, maar of jouw schoenen ook, de schoenen waar jij op speelt, of die nou ook meer verkopen hier bijvoorbeeld of zo? Ja, ik moet eerlijk zeggen, die zijn bijna door de... Die zijn bijna leeg eigenlijk. Dus, uitverkocht bijna. Uitverkocht, ja. Dan gaan we hard. Ik weet niet of het toeval is of... Ik denk niet dat het toeval is. Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet te zeggen. Maar ze gaan hard. Het gaat met jou ook hard trouwens. Ja, dat is een heel stom bruggetje. Maar het gaat goed. Ja, het gaat niet slecht. De juiste weg doorpakken eigenlijk. Nog een half seizoen bij AZ. Ja, zoals het er nu uitziet... Speel ik gewoon nog bij AZ en daar hou ik me ook mee bezig. En voor de rest zien we het allemaal wel. Dan ergens in mei op het Waagplein of zo? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Daar gaan we wel voor. En, we doen ons best en we doen er alles voor. Sportweek TV.